Het duivelse dilemma in deze film, dat is dat je... Ik denk dat je denkt dat je het continent kan redden. Dat jij weet hoe het verder moet met die mensenlevens. Dat blijkt dan helemaal niet zo te zijn. En toch blijf je dat doen. Die blanke man die in die film zat, die had heel erg dat white savior syndroom, daar leed hij aan. Hij zou wel eventjes Afrika gaan redden. En dat ging natuurlijk helemaal niet. Dat zat heel mooi in die scène, in die film, waarin dat kleine meisje midden in dat grote kale veld zat. Jij gaat dat kind wel even redden, maar die redding is er natuurlijk helemaal niet. Je kunt dat kind niet oppakken en meenemen en er jouw ding mee doen. Wat we kunnen doen om die hulpindustrie beter te maken, dat is... die hulpindustrie lospeuteren van die donoren. Als je ziet waar dat hulpgeld besteed wordt, dan zie je dat maar een heel klein deel daarvan naar de allerarmste landen op aarde gaat. De rest gaat naar landen en gebieden waar die donoren politieke agenda's hebben of waar ze militaire agenda's hebben. Dus, en die hulporganisaties die willen dat geld hebben van die donoren en die gaan dus die politieke agenda's dienen. Dat vind ik heel erg belangrijk, dat hulporganisaties die macht weer terugpakken. Power to the people, hè? Daar gaat het uiteindelijk om. En het zal voor hulporganisaties heel erg ingewikkeld zijn om die miljarden die ze krijgen van die grote donoren, om daar nee tegen te zeggen. Hè? Dat is ontzettend moeilijk. Dus omdat je op het moment dat je breekt met die regeringsdonoren, dan krijg je automatisch minder inkomsten. En dan moet je mensen gaan ontslaan en blablabla. Dus je wordt kleinschaliger, maar je krijgt tenminste weer die macht terug. Je krijgt je onafhankelijkheid terug. Uiteindelijk is het altijd ons geld waarmee dat die hele industrie draait. Het is ons belastinggeld, wat die donoren uitgeven. En het zijn die tientjes die wij uit onze zak pakken om hulporganisaties te steunen. Dus zie jezelf niet als het simpel donortje, maar zie jezelf als iemand die mede verantwoordelijk is voor uiteindelijk die hele grote hulpindustrie. Zorg ervoor dat je daarin verdiept waar jouw geld naartoe gaat en maak jouw politieke leiders daarvoor verantwoordelijk. De tijd dat je achterover kunt leunen en dat je zegt van nou, ik vertrouw mijn regering wel, die tijd is er niet meer. De tijd is nu.